Oké, klein raadseltje. Ik ga het vandaag hebben over een auto die zo populair is dat er in sommige versies 8 maanden levertijd op zit. Verder is hij heel groot. Er kunnen 5 personen in. En hij kost toch maar 25.000 euro. Weet je het al? Juist, dit is de Hyundai iX35. In goed Hollands, een dikke bak voor scherpe prijs. Maar wat maakt deze auto nou eigenlijk zo populair? De iX35 is er met benzine en met dieselmotoren. Dit is er eentje met een benzinemotor. Sterker nog, dit is het instapmodel met een 1.6 motor en die is goed voor 135 pk. Die motor die is zodanig afgesteld dat hij heel zuinig is. Die zet ook een start-stop systeem op. En deze auto die kost 23.995 euro. En voor dat geld krijg je dus wat je noemt een SUV. 1, 2, 3, 4 en een half. 4,41 meter om precies te zijn. En dat is 40 centimeter korter dan een Ford Mondeo. Deze auto lijkt van buiten veel groter dan die in werkelijkheid is. En dat komt omdat hij zo hoog is. Het is gewoon gezichtsbedrog. Maar van binnen is hij wel heel ruim. En dat komt omdat je rechtop zit. En dat bespaart heel veel ruimte. Slim! En ook deze laadruimte is behoorlijk groot. Al is deze vloer niet helemaal vlak. Dat is een tikkie onhandig. Oké, dashboard. Nou, dit is gewoon een hele prettige werkplek. Kijk, ik kan mijn stuur in allerlei standen verstellen zodat ik altijd goed zit. Ik heb leren bekleding, ik heb elektrische ramen. En heel goed ook. Dit scherm zit gewoon op de goede hoogte, is goed afleesbaar. Behalve als de zon via het zonnedak hier opvalt, dan is het slecht afleesbaar. Zeker als je zonnebril op hebt. Kachel zit op de goede hoogte. Het is gewoon een hartstikke goede werkplek. Niks op aan te merken. Deze auto is door de bank genomen gewoon hartstikke comfortabel. Hij is mooi stil ook op de snelweg. En hij veert gewoon ook heel mooi soepel. Er is eigenlijk maar één groot minpunt en dat is de besturing. De besturing is echt gewoon indirect en gevoelloos. Je voelt niet goed wat er al onder de wielen gebeurt. En kijk, dit doet hij gewoon hartstikke soepel. Super toch? Verder is het zicht schuin naar achteren echt heel erg beperkt. Je ziet me niet, maar ik sta er wel. Best link. En over zicht gesproken, ook met inparkeren achteruit, zie je echt helemaal niks. Dan kun je wel op deze auto een achteruitrijcamera krijgen. En dat is weliswaar een optie. Maar kruis die nou maar gewoon aan, want het is echt gewoon bittere noodzaak. Nou, hij is makkelijk op te vangen. Maar je merkt wel dat dit echt een auto is met een wat hoger zwaartepunt, want hij zet er wel eventjes door. Maar het ESP staat uit, dus dat is helemaal niet verkeerd. Wat jullie natuurlijk allemaal willen weten is, wat kost dit nou allemaal? Het is allemaal leuk, zo'n mooie grote auto, maar hoe zit het nou met de prijs? Nou, deze auto heeft echt een scherpe prijs en dat niet alleen. De financieel experts van de ANWB hebben berekend dat als je 4 jaar lang jaarlijks 15.000 kilometer met deze auto rijdt, dat die dan maar 57 cent per kilometer kost. En dat is echt behoorlijk scherp. Nou, dan mijn eindoordeel. Dit is gewoon een prima gezinsauto, hartstikke comfortabel. Ik heb eigenlijk maar 2 klachten. Besturing en dat zicht naar achteren. Voor de rest, prima auto, niks mis.